De blessure van Ola Toivonen is een stuk ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht. Dat maakte de medische staf van PSV vrijdagochtend bekend. Volgens Voetbal International wordt de Zweedse schaduwspits nog deze week geopereerd aan de hamstringblessure die hij woensdag opliep bij de training van de nationale ploeg. De revalidatie van Toivonen gaat een half jaar duren. Hij zal dus pas in april, tegen het einde van het seizoen, kunnen terugkeren op het veld. Het wegvallen van de 26-jarige Zweed is een grote aderlating voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. Dit seizoen maakte hij 3 doelpunten in 7 competitieduels. De afgelopen 3 jaar was Toivonen in de Eredivisie goed voor 46 treffers. Advocaat heeft met Georgino Wijnaldum een mogelijke vervanger voor Toivonen op de bank zitten. De Zweedse schaduwspits ligt nog tot medio 2014 vast in Eindhoven. Maar technisch directeur Marcel Brands heeft te laten weten het contract te willen verlengen.